Eerder dit jaar, op zondag 3 januari... werd een medewerkster van een Turkse shisha-lounge aan de Kruisstraat in Eindhoven overvallen door 2 gewapende mannen. Het slachtoffer houdt het hoofd koel en gelukkig is ze lichamelijk ongedeerd. Maar in haar hoofd blijven de overvallers nog wel even rondspoken. 2 van die jonge mensen, die hebben gewoon jouw leven in hun handen. Dan wens je niemand toe. Het is 2 uur 's nachts aan de Kruisstraat op die zondag 3 januari. De meeste kroegen en eettentjes, waaronder ook de shisha-lounge, zijn al dicht. Het personeel heeft de zaak inmiddels opgeruimd en vertrekt naar huis. De rest vertrok zeg maar vanaf de voordeur en ik vanaf de achterdeur. Omdat het regende wilde ik niet omlopen, want ik had mijn haar gesteld. Wat het slachtoffer niet weet is dat kort daarvoor 2 mannen zich achter de container in de steeg hebben verstopt. Ik sprong in mijn auto vanaf de bijrijderskant en even later sprongen opeens 2 gemaskerde mannen op mij. Ik dacht, dit is een grap van iemand. Help! Tot je opeens ziet dat het echt serieus wordt. Dat hij echt naar jou toe komt en dat hij gewoon echt ook heel agressief is. Het is op het moment dat ik gelijk slot op de deur heb gedaan. Als iemand met een pistool probeert eruit te slaan, dan ga je heel makkelijk meewerken. Dan ging ik heel snel met die deur open. Toen ben ik uit de auto getrokken. Eerst gingen ze mijn geld eisen. En op het moment dat ik geen geld had, werden ze alleen maar kwaader en moest ik meelopen. Toen zei hij, ik wil jouw baas. Waar is je baas? Die is er niet. Waar is je baas? Die is er niet. Op het moment dat ik meeliep, kwamen 2 collega's aan en die zagen dat ik heb meegenomen met 2 gemaskerde mannen. Toen zijn ze achter hen aangerend en hebben ze mij losgelaten. Hier zien we de daders tevergeefs achter de 2 meisjes aanrennen. Ondertussen maakt het slachtoffer dat ze wegkomt. En druipen de 2 mannen af. Inmiddels weten we dat de 2 overvallers een handlanger hadden. Nadat ze zijn weggerend, zijn ze opgepikt door een 3de man in een donkere auto. Hier zien we de daders nog eens. Gelukkig hebben ze geen slachtoffers gemaakt. Als jij overvalt, heb ik geen respect meer voor jou. Dan ben je mijn aandacht niet eens waard. Dan moet je gewoon opgepakt worden, het liefste levenslang. Er zijn in principe, als je de camerabeelden terugkijkt, zijn er gewoon frikandellen. Echt gewoon jonge mensen die niet eens weten waar ze mee bezig zijn. Die gewoon random iemand overvallen. Bij ons Jim de Koning. Jim, allereerst maar naar die 2 overvallers. Naast de beelden die we net zagen, zijn er ook diverse getuigen die die overvallers hebben gezien of gehoord. Wat is er bekend over de daders? Ja, die daders zijn allebei blank tot licht getint. En een van de 2, de langste, die sprak met een Marokkaanse tongval. En de kleinste van de 2 had een Turks accent. Mm-hmm. Nou, die langste die is zo'n 1,80 meter, vrij mager en getuigen spreken van uitpuilende ogen. De kleinste is zo'n 1,60 meter en heeft eigenlijk een normaal postuur. En we hopen dat er kijkers zijn die dus 1 of beide daders herkennen naar aanleiding van de beelden. Wellicht iets kunnen vertellen over de combinatie van die 2. Ja, misschien zijn ze vaker in elkaars gezelschap gezien. Ja, en dan was er nog een handlanger die de 2 zou hebben opgepikt, direct na de overval. Daar is eigenlijk niks over bekend, hè? Nee, die is ook niet vastgelegd op bewakingscamera's, dus daar hebben wij geen element van. Wat we wel weten is dat die daders na de overval die steeg uit zijn gerend in de richting van de Kruisstraat. Mm-hmm. En daar hebben ze even stilgestaan op de hoek bij een casino daar zo. Daarna weer teruggerend in de richting van de Veldmaarschalk Montgomerylaan. En daar zijn ze bij de 3de dader ingestapt in een donkerkleurige auto. We hopen dat er mensen zijn die dat hebben gezien. En ja, als dat zo is, dan horen wij dat graag. Ja. En in de reportage vertelde het slachtoffer, en daar gaat het trouwens goed mee, begrijp ik, na omstandigheden, gelukkig. Die vertelde dat die overvallers ook gevraagd hebben naar de baas van de zaak. Kenden ze die dan misschien? Nou ja, dat is ons in ieder geval niet bekend. Het is wel zo dat we vermoeden dat de daders dachten dat de eigenaar van de lounge uit die achterdeur zou komen en niet die medewerkster. Nou, zo gauw die daders in de gaten hadden dat er bij die medewerkster niks te halen viel, zijn ze weer naar de Kruisstraat gelopen, naar de voorkant van die shisha lounge, in de hoop daar dus de eigenaar te treffen en dat hij dus geld bij zich had. Maar ja, toen doken daar dus meerdere getuigen op en toen zijn ze dus gevlucht. Ja. En dan zijn jullie ook nog op zoek naar een hele specifieke getuige. Ja, direct nadat die vrouw van die lounge is overvallen, op zondag 3 januari om 2 uur 's nachts, reed er een donkerkleurige Volkswagen Golf tegen de rijrichting in over de Kruisstraat in Eindhoven in de richting van het centrum. En we hopen dat die bestuurder zich bij ons meldt.
te denken dat hij een belangrijke getuige voor ons is. Ja, dat snap ik. En voor alle andere mensen die iets gezien hebben, daarvoor geldt bel 0800 6070 of mail uw tip via onze site.